Groningen, de hoofdplaats van Saramacca, heeft nu een moderne speeltuin. De tuin is gisteren officieel geopend door minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken. Het initiatief voor de bouw van de speeltuin komt van districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubé. Verschillende ondernemers van het district hebben een bijdrage geleverd om dit initiatief te realiseren. Het was gisteren een mooie middag voor de kinderen van Saramacca. Ongeduldig stonden ze te wachten totdat de minister de poorten van de speeltuin openduwde. Daarna renden ze juichend naar binnen om de toestellen uit te proberen. De behoefte aan speeltuinen is enorm groot, zegt minister Gopal. Ik voel me altijd blij als ik iets voor jongeren terug ga doen. En u heeft het zelf gezien. De vraag naar was heel groot. U zag zelf, ik hoef het alleen open te maken en ze zijn allemaal naar binnen gerend. Dus het doet me heel goed. Hoe groot is de vraag landelijk? Ik kan niet precies zeggen hoe groot de vraag is, maar zoals ik net heb aangehaald, is er eigenlijk behoefte in elke wijk naar zo'n speeltuin. Zoals ik het heb aangegeven, laten we van jongs af bewegen, stimuleren. Dan hoeven we niet te horen van anderen en in rapporten te lezen dat bewegen meer gestimuleerd moet worden. Laten we vanaf jongs af die kinderen leren dat je moet gaan spelen, bewegen. Het hoort bij een gezonde leefstijl. Hoe speelt u het allemaal klaar? We weten allemaal dat Suriname in een economische crisis zit. Hoe zit het met de financiën? Dat heb ik gezegd ook. We hebben het niet alleen als overheid gedaan, maar de lokale ondernemers. Het doet me zo goed dat ze beseffen dat ze iets terug doen voor hun district. En we moeten samen met het public-private partnership, dus dat, op die manier moeten we kijken hoe we kunnen inspelen. Voor de opening van de speeltuin zijn er wat toespraken gehouden. DC Dubé drukte de gemeenschap op het hart om goed te zorgen voor de speeltuin. Ook vroeg hij aan de ouders om hun kinderen niet alleen in de speeltuin te laten. Daarom zijn we hier bezig. U kent, hier was er een olijfboom. We hebben het weggehaald. Er komt een hut vlakbij de poort, zodat de ouders hier gaan zitten en controle gaan hebben op de kinderen die daar bezig zijn op toestellen, dat ze elkaar niet duwen, et cetera, et cetera. Dus vandaar dat, dat onze pinehut hier wordt gemaakt, is nog niet af, maar volgende week is hij er helemaal met banken en noem maar op. Dat is alleen dat ouders toezicht hebben op de kinderen die hier gaan spelen, want dat moet altijd leuk blijven. U moet erop toezien ook dat die kinderen de zaak niet vernielen. En, heel belangrijk, ouders, verzorgers, toezichthouders. Die toestellen zijn voor kinderen. Ze zijn niet voor u en ik of voor meneer Perk. Helemaal niet. Dus die toestellen zijn voor kinderen. Tot zover districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubé gisteren bij de opening van Saramacca's eerste moderne speeltuin.